daar zijn de appeltjes van Oranje weer. En in dit geval zijn de appels van Jeroen van Kampen. Jeroen is fruitteler in de buurt van Zeewolde. En de Elsterappel is echt zijn favoriet. Op 7, 14 en 21 oktober komen er honderden vrijwilligers op zijn mooie bedrijf. Dit voor de zogenaamde laatste pluk. Het verzamelen van restfruit voor onder andere de voedselbanken. Waarom blijft dat hangen? Ja, omdat we deze appels gewoon niet kunnen verkopen. Er is geen markt voor. Leg dat eens uit. Nou, deze appels hebben we ertussen geplant om die Elsterappels, die rode, te laten groeien. Die heb je nodig in het voorjaar voor het stuifmeel, zeg maar. En als ze op een gegeven moment die bloemen bestoven zijn, dan zijn ze eigenlijk niet meer nuttig. Maar ja, die appels groeien wel. Ja, en dan kunnen ze voor de industrie of zo wel plukken, maar ja, dat valt ook nog niet helemaal. Dus eigenlijk is de Delicious appel een beetje een soort... Ja, dit is in Nederland niet echt meer een gangbare appel. Wij telen Elsterappels. Dat is onze specialiteit. Dat is onze handel. En dit is bijproduct waar we eigenlijk niet zoveel mee kunnen. Hoeveel keer werk jij mee aan de laatste pluk? Nou, het tweede jaar. Dit is het tweede jaar? Ja. Waarom doe je daar mee? Ja, nou ja, als mensen hier nog weer plezier van kunnen hebben, is dat mooi. Ja. Ik bedoel, en welke mensen praten we over? Nou, mensen die het gewoon wat minder hebben als wij. Hè? Die gewoon moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. En het is mooi dat er een groep vrijwilligers is die dat wil ophalen. Ja. En daarmee... wordt zo'n landbouwbedrijf, of fruitteelbedrijf in dit geval, ook gewoon toegankelijk voor mensen die eigenlijk geen idee hebben wat er nou eigenlijk gebeurt hier? Ja, want dat is natuurlijk ook een punt. Dus het mes snijdt aan twee kanten. Je krijgt een groepje mensen die zien van nou, wat er allemaal moet gebeuren om een appel in de supermarkt te krijgen. En een andere groep mensen die moeite hebben om dus de rekening van de supermarkt te betalen, die kunnen die appels opeten. Hoe mooi is het om fruitteler te zijn? Ja, dat is de ene dag mooier dan de andere dag, maar gemiddeld ben ik best tevreden. Ja, ja, ja. Ja, ja. Je blijft wel lachen. Ja, als het hagelt is minder mooi en als het de zon schijnt en het groeit goed, dan is het erg leuk. Dus zo is het. Het is net het gewone leven. De laatste pluk wordt georganiseerd door de Harderwijkse uitdaging. Wat doet deze stichting eigenlijk? Ik vroeg het aan bestuurder Esther Rozenboom. De Harderwijkse uitdaging. De Harderwijkse uitdaging is een bemiddelaar tussen bedrijfsleven en maatschappelijk veld. Dus maatschappelijk veld, daar zitten allemaal stichtingen, verenigingen, organisaties. Bijvoorbeeld in dit geval de Voedselbank. Die hebben hulp nodig. En de Harderwijkse uitdaging zoekt daar een teler bij. Die zoekt daar bedrijven bij die willen plukken. Of serviceclubs die willen plukken. En gezamenlijk stoppen we daar dan energie in. Het is 17 oktober. Een plukdag. Het begon met veel regen, maar het klaarde gelukkig op. Een bus van Geber Tours bracht rond 9:30 een enthousiast groepje leerlingen van het Harderwijkse Landsteden afdeling zorg. Intussen werd in de nabijgelegen schuur voorbereiding getroffen om de tientallen plukkers te ontvangen met in ieder geval koffie en koek. Na een paar nuttige tips over onder andere de pluktechniek ging de eerste groep op weg naar de paar honderd meter verder gelegen boomgaard, waar de kratten en kruiwagens al stonden te wachten. With the apples it's really important. So they're really, if you squeeze them too hard, if you drop them, don't use them anymore. Because they bruise really, you don't see it at first sight. It's like an egg. Yeah, it's like egg. But you see it afterwards, and then the whole crate is gone. Met andere woorden, niet in de appels knijpen en als ze gevallen zijn, lekker laten liggen. Kleine, grote, caps in elke maat. Ja, er hangt nog van alles. Ja? Maar het is hier en daar een appel, maar je pakt het toch mee. Je bent van de landelijke organisatie? Ja, van de landelijke uitdaging. Ja. We hebben 30 lokale uitdagingen. En dit project is drie jaar geleden gestart in Dronten. En langzamerhand groter geworden. En nu hebben we met Voedselbank Nederland ook een... ja, een groter logistieke aanpak, waarbij we pluggen op allerlei plaatsen in Nederland. Zoals vandaag Zeewolde? Zoals vandaag Zeewolde, maar gisteren ook onder Utrecht geplukt, Hoekse Waard, in Noord-Holland. Dus op allerlei locaties zijn we nu bezig. Het meeste fruit gaat naar de voedselbanken? Alles, ja. Alles gaat naar de voedselbanken? Ja. Kent u mensen die zelf in de problemen zitten, die echt gebruik maken van de voedselbank? Kent u die persoonlijk toch? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ze zeggen dat je er zomaar in je problemen kunt komen, hè? Klopt, dat heb ik ook gehoord, ja. Ja, als het misgaat in je leven, scheiding, weet ik het allemaal, ja. Grote financiële problemen, ja, dan kan het gebeuren. Dan ben je aan de beurt. Zeker, ja.
Nou, het is mooi werk, hè, dit. Dit is fantastisch, ja. Als je aan het eind van de dag ook met z'n allen staat. En je hebt hard gewerkt. Het is een beetje, je bent een beetje nat van de regen of van het water wat nog in de bomen hangt. Dan ben je moe maar voldaan en dan denk je, ja, potverdorie, wij kunnen dit doen omdat we gewoon een dag vrij kunnen nemen. En met zo weinig moeite kun je zoveel mensen eten geven. Dat is fantastisch als je dan aan het einde het resultaat ziet met al die kratten vol. Nou, jullie zijn van welke school? Landsteden, daar de wijk. Landsteden, welke opleiding? Zorg. Zorg? Ja, okay. Dienstverlening. Dienstverlening? Ja. Waarom zijn jullie hier? Ja, omdat we een punt nodig hadden. Ja, we doen free points voor school en dan... Jullie krijgen punten voor dit soort activiteiten. Ja. Maar vind je het ook een beetje leuk? Ja, ja hoor. Ja, we hebben heel hard gelachen tot nu toe. Ja. Ja? Ja. Want je bent er ook even lekker uit. Ja dat ook. Weg van school. Ja. Ja. Vanochtend regent het heel erg. Ja. Het valt nu gelukkig mee, hè? Ja, gelukkig wel. Ja. En waar gaan deze appels naartoe? Dat weet ik niet. Albert Heijn. Ja, Albert Heijn. Nee, niet. Niet, niet dat was toch iets voor... Hoe heet dat? Hoe noem je dat? Zo'n actie of zo'n... Ja. Mag ik je helpen? Ik weet het wel, maar ik weet niet hoe het voor de voedselbanken? Ja, dat was het. Ja, ja, voor mensen die niet zo goed dit soort zaken kunnen betalen. Ja. Wat vindt u van dat doel? Ik vind het wel goed. Ja, ja, ik ook. Ja? Wat een mooi doel, hè? Ja. Kennen jullie iemand misschien die ook een beetje in de problemen zit? Die ook dat niet kan betalen? Niet dat ik niet zoveel weet. Niet in de buurt? Nee. Dus ze zeggen dat het je zomaar kan overkomen, hè? Ja. Dat je naar de voedselbank moet. Ja. Hoe kan dat dan zo ineens? Ja. Denk je? Schulden. Schulden? Ja. Misschien geen werk waardoor je geen geld kan verdienen. Ja. Of? Te weinig inkomen. Ja. Misschien echtscheiding kan dat ook, dat soort rare dingen. Ja. Dus eigenlijk kun je zeggen, het kan iedereen, ook jullie en mij, gewoon overkomen. Ja. En daarom is het ook heel goed dat jullie hier zijn, hè? Ja. Oké, okay, dankjewel. Veel plezier, hè? Ja, dankjewel. Dankjewel. Sinaasappelen, zoek ze zelf maar uit. Kleine, grote, kapsen, elke maat. Bijt er eens in, het zat langs je kind zo roept.